Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag zit ik in de McDonald's en ik ben een Happy Meal aan het eten. Ik weet het. En ik heb als speelgoed Superman. Maar daar zijn we niet voor gekomen, want we zijn gekomen voor Pokémon natuurlijk. Ik heb 2 pakjes met Sun and Moon Guardians Rising. 2 pakjes, dus die ga ik nu openmaken in de McDonald's. We beginnen met de eerste artwork. Ik weet niet wat het is, maar oké, maakt niet uit. En de vrouw heeft deze pack uitgekozen, niet ik. Dus als die vrouw verkeerde pack heeft uitgekozen, word ik een beetje boos. Dan ga ik terug naar die vrouw. Nee, grapje, ik weet niet. Oké, we hebben de code. 4. Wat? Oké. We hebben een Wonder Energy en Hand Hammer. Oeh, Aqua Patch, dat is een goede kaart. Rip and Bell. Een Fletchling. Alone in Vulpix, Gavita, Chansey, Petalio, Rosalo, Rescue Scratcher en een Talonflame. En dat is een groene code. Wat jammer. Nou, de volgende. Alone in Ninetales. Ik had nog een aqua patch. Oké. Oké, eerst. Alweer Wonder Energy. Van Nilish en Hans Hammer. Alamomola. Slowpoke. Wishiwashi. Nosepass. Wimpels. Cool. Gumi. Reverse Hollow is een rare, Mudsdale en een Sharpedo. En ik ga zo meteen ook naar een andere winkel, dus dan zien jullie nog meer. Doei doei! En zoals jullie vandaag hebben gezien, net bij de intro, heb ik dus al 2 booster packs opengemaakt. Toen had ik 2 Guardians Rising boosts opengemaakt in de McDonald's. Maar voor nu hebben wij een Groudon box opening en 3 Steam... Nee, en 3 losse booster packs die ik ook gewoon erbij heb gekocht. Dus we hebben een Steam Siege, een Guardians Rising en nog een Guardians Rising. Dus laten we beginnen met de 3 losse booster packs. Laten we beginnen met de Guardians Rising Alolan Ninetales. En sorry dat ik niet heb gepost de laatste tijd. Maar ik was gewoon heel druk bezig met toetsen en al dat soort dingen. Want zoals jullie misschien weten zit ik nu in HAVO 4. En ik wou dus heel graag doorgaan naar HAVO 5. Dus dan moet ik wel wat doen. Snap je? Dus hopelijk begrijpen jullie dat. De eerste pack is een Energy. Alamomola, Choice Pants, Vanillish, een Bellsprout, Gligar, Patret, Snowruns, Murkrow, Reverse Hollow is een Goomy en Rare is een Swallow non-hollow Rare. Dus onze eerste pack helemaal niks, maar dat maakt helemaal niet uit. Onze volgende booster is ook een Guardians Rising met Lycanroc en ik heb de Lycanroc GX gelukkig. Dat is een hele mooie kaart. Wow, deze Guardians Rising Boost is gewoon echt heel moeilijk open de laatste tijd. Maar ja. En onze volgende pack. 3, 4, 1, 2. Hebben wij een Salandit, Rockruff, Delibird, Nosepass, Gastform, Fire Energy, Whimsicott, Mirani, Hala, denk ik. Probopass Reverse Rare, dat is een hele mooie kaart. En Rare. Is alweer een Wishiwashi. Hoezo krijg je een Wishiwashi GX? Maar natuurlijk niet klaar, Pokémonje. Want ja, niet doen gewoon. Maar we hebben wel een Probopass Reverse Rare, dus dat is ook leuk. Laatste pack, Steam Siege. Die gaat weer wat makkelijker open. Yes, alright. Onze pack Steam Siege 1, 2, 3 naar voren. En we hebben een Special Charge, Clank, Steelix Spiritling, Litwick, Murray, Krogunk, Tangela, Rufflet, Reverse Hollow is een Mankey, dat is een common en rare. Is een Ampharos Hollow en die heb ik nog niet. Wat een mooie art is dit. Wauw. Lijkt alsof de art een verhaaltje vertelt. Dus de goede kaarten in de video. In de video, ik ga zo meteen nog door naar de Groudon box. Maar we hebben een Probopass, Wishiwashi en een Ampharos Hollow. Dus we gaan nu door naar de Groudon box.
Oké, verder naar de Groudon box. Maar eerst wil ik eventjes laten zien hoe een fidget spinner, jullie kennen het allemaal, de fidget spinner op camera eruit ziet. Heb ik nooit gezien. Dus kijk of de camera wel zo goed is dat die meedraait. Oh, die ziet er best wel cool uit. Sorry, oké, maakt niet uit. Dat was het. Laten we verder gaan naar de Groudon box. En ik heb hem van de onderkant opengemaakt, want anders duurt het weer veel te lang. En dat duurt nu nog steeds heel lang. Oh my gosh. Hij kostte 19 euro zoals je ziet. Dat is redelijk voor een oude box als de Groudon box. Want er zitten 3 Primal Clash packs in volgens mij. Ik heb nog niet echt heel goed gekeken. Dus hier is de box. We hebben hier de Groudon grote kaart. Hier hebben we Includes. Staat ook voor mij aan de achterkant. Ja. Een special promo card featuring Groudon. 3 TCG boosters en een foil oversized kaart van Groudon. En hier heb je tekst wat je kan lezen als je er geïnteresseerd in bent. Maar verder hebben we hier een hele mooie Groudon artwork. En Groudon box. En Groudon box. En ik weet niet zeker of ik de Groudon box al een keer heb opengemaakt. Oh. Ik weet niet zeker of ik de Groudon box een keer heb opengemaakt. Maar ja. Laten we maar openmaken. Oh, dat gaat heel makkelijk, gelukkig maar. En ik was trouwens aan het twijfelen tussen een Groudon box of een Mythical Collection box. Maar ik dacht zo van, Groudon box hebben we oude packs. En ik ben echt fan van oude packs. Dus daarom een Groudon box. Laten we de promo kaart eruit halen van Groudon. Een hele mooie kaart. En zoals jullie misschien al weten, Groudon is een van mijn favoriete Legendary Pokémon's. Naast Rayquaza natuurlijk. En het is een hele mooie art. Heel mooi met Rock Smash. En 130 HP. En dan hebben we 3 booster packs. En dan hebben we ook nog de... Geen codekaart. Maar dan hebben we de grote kaart. Jumbo kaart van Groudon. Precies dezelfde art als de kleintje. Alleen grote versie. Dus. Laten we deze allebei hier neerleggen. En hebben we 3 booster packs. Natuurlijk 3 Primal Clash packs met Groudon erin. Dus laten we Groudon voor het laatst bewaren. Maar beginnen met Aggron pack. Oké. Okay. Dus hij is open. En we hebben de code cards. Leg opzij. 1, 2, 3. 1, 2. Oké. Okay, de eerste kaart is een Tynamo. Torchic. Staryu. Lotad. Solrock. Fresh Water Set. Dat heb je wel nodig na een hele lange dag. En het is trouwens nu 27 graden buiten. Dus Nidoqueen. Seedra. Ninetales Reverse Holo. Een Ninetales Reverse Holo. Dat is een Reverse Holo Rare. En de laatste kaart is een EX. Oh baby. Oh, een Kyogre EX. Deze heb ik nog niet. Wat leuk. Een Kyogre EX. Allemaal water type. Het is buiten heel erg warm. Allemaal water type. Dus ik ben daar wel blij mee. Dus een Kyogre EX. Ik heb deze nog niet. Ik ben heel blij. De volgende is een Primal Kyogre pack. Hebben jullie vandaag buiten misschien gezwommen of zo? Want kijk naar de art van Primal Kyogre. Dan hebben we de code card. 1, 2, 3. Wow, deze kaart is heel erg beschadigd. Maar ja, ik weet het niet. 1, 2. Dan hebben wij een Vulpix. Een Sveel. Honedge. Hippopotas. Electrike. Escape Rope. Celio. Archie's Ace in the Hole. Reverse Holo is een Lantern. Dat is een Uncommon Reverse Holo. En de Rare is een Beedrill Non-Holo Rare. Onze eerste non-holo rare uit de video. Moet wel eens gebeuren. En onze laatste pack samen met de Groudon holo card. Dit moet de pack zijn waar een full art, mega full art in zit. Secret rare in zit. Dus laten we daarop maar hopen. Oh ja, en ik weet trouwens niet of er maandag een video online komt van de fanmail. Want ik ben nogal heel erg druk. Dus ik weet niet of jullie dat kunnen verwachten. En sorry daarvoor als, als het niet online komt. Masquerain. Gardevoir Spirit Link. Grovyle. Torchic. Staryu. Lotad.
Zorak, Drillbur. Reverse Hollow is een Kyogre Spirit Link samen met de Kyogre. Zoveel verbanden vandaag. Wauw. En de laatste kaart is een Gorbis Non-Hollow Rare. Maar voor vandaag, voor de Ground Unbox, hebben wij gepoeld een Kyogre EX. Dit is echt een hele mooie kaart. Past ook bij dit weer. En een Ninetales Reverse Hollow Rare. Dus gelukkig zijn we niet... hebben we niet een... hoe zeg je dat? Zo'n stomme box gekocht waar je maar 3 non-hollow rares krijgt. We hebben natuurlijk wel een EX gepoeld. Dus hopelijk vonden jullie die video leuk. En laat in de reacties weten als je wilt dat ik meer van zulke video's maak. Dus eerst zeg maar een intro waar ik een andere pack openmaak ergens anders. En dan dat ik dan thuis bijvoorbeeld nog een pack openmaak. Dus hopelijk vonden jullie die video leuk. En dan zie ik je in de volgende video. Bye bye!